Welkom bij de instructievideo voor het instellen van een belplan. Je gaat naar freedom.voice.nl en je logt in. Als je ingelogd bent, kom je uit op het dashboard. Hier zie je de recente gesprekken en kun je snel naar verschillende modules. Ik ga het belplan instellen van Altijd Gelijk Advocaten. Eerst moet de beller een welkomstmelding horen. Vervolgens moet de telefoon eerst overgaan bij de receptie, dan op alle toestellen en uiteindelijk bij een voicemail. Alle onderdelen van het belplan maak je onder beheer. Ik ga eerst de welkomstmelding maken. Onder opties vind je de module meldingen. Je kunt hier een melding toevoegen. Omdat de module meldingen geld kost, krijg je eerst een overzicht van alle kosten in beeld. De module meldingen kost 5 euro per maand. Ik ga akkoord met de kosten en druk op ja, ik weet het zeker. De melding heet welkom. Je kunt een geluidsbestand direct opnemen of je kunt een geluidsbestand uploaden van je computer. De bestanden kunnen WAV, MP3 of GSM bestanden zijn. Ik heb al een bestand geüpload en kies voor welkom. Ik ga vervolgens terug naar beheer. Na de melding moet de telefoon overgaan op een vast toestel en vervolgens op meerdere toestellen tegelijk. Om te zorgen dat alle toestellen tegelijk rinkelen, maak je een belgroep. De module belgroep vind je onder doorschakelen. Bij de module belgroep kun je 1 toevoegen. Je krijgt hier een suggestie voor een intern nummer. Ik kies voor 401. De beschrijving maak ik alle VoIP-accounts. Belmethode en doorschakeling laat ik zo staan. Onder bestemming kies je bij VoIP-accounts niks geselecteerd. Ik selecteer hier alle VoIP-accounts. Na de belgroep moet ik een voicemail maken. De voicemail maak je onder beheer. De voicemail vind je onder doorschakelen. Ik druk op toevoegen. De voicemail geef ik 501 als intern nummer. Als beschrijving zet ik in gesprek. Ingesproken voicemailberichten worden naar een e-mailadres gestuurd. Je kunt hier het e-mailadres invullen waarop je de ingesproken berichten wilt ontvangen. Bij welkomstberichttype kun je kiezen voor aangepast of standaard. Je kiest hier voor aangepast. Bij aangepast kun je zelf direct een bestand opnemen of je kunt een geluidsbestand uploaden. Voor het standaardbericht heb je de keuze uit verschillende talen van zowel man als vrouw. Ik kies voor Nederlandse vrouw. Het standaardbericht is: op dit moment zijn alle medewerkers in gesprek. Spreek je bericht in en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Ik sla de voicemail op. Nu heb ik alle stappen gemaakt voor het belplan en ga ik het belplan maken. Onder belplan kun je belplan maken. Ik druk op belplan toevoegen om te beginnen. Ik krijg hier een aantal suggesties van telefoonnummers die ik heb. Ik kies voor het nummer dat eindigt op 130, omdat dit het hoofdnummer is. In de beschrijving zet ik hoofdnummer. Vervolgens klik ik op stap 2. Ik wil eerst dat de beller een melding te horen krijgt. Ik kies hiervoor melding.
Daarna kies ik voor de juiste melding. Dit is welkom. Om stap 1 te bewaren, klik ik op opslaan. Na de melding moet de telefoon overgaan bij de receptie. Daarvoor voeg ik een stap toe. Ik kies hier voor VoIP-account. En dan op VoIP-account receptie. De rinkeltijd laat ik op 20 seconden staan en ik druk op opslaan. De telefoon moet na de receptie bij alle medewerkers overgaan. Daarvoor heb ik belgroep 401 gemaakt. Ik kies voor belgroep 401. De rinkeltijd zet ik op 25 seconden, omdat dit de laatste stap is voor de voicemail. Stap 3 sla ik op. Mocht de telefoon hierna niet worden opgenomen, wil ik altijd dat er nog een voicemail te horen is. Ik voeg een stap toe. Ik kies hier voor voicemail en kies voor voicemail 501. En sluit af. Het belplan voor altijd gelijk advocaten is hiermee af.